Welkom bij Gadgeteer. Gisteren heb je alles laten zien over de Technogym Myron. Een loopband die werkelijk briljant is uitgewerkt. En vandaag gaan we het hebben over de app. Een app die beschikbaar is voor iOS en Android. En wij hebben gekeken naar de Android versie. Dit is de Myron app van Technogym. Een geniale gedachte. Die hier en daar misschien nog een beetje meer uitwerking verdient. Maar dat gaan we zo allemaal keurig laten zien. Op het moment dat de Myron app start, maakt hij meteen verbinding met de Myron. Indien het nodig is, dan zal hij ook nog firmware updates uitrollen voor je loopband. Maar vanuit het startscherm gaat alles gebeuren. Nou, we kunnen hier zeggen van we willen gewoon een enkele oefening doen. Op doel gebaseerd, bijvoorbeeld een afstand of een tijd. We kunnen een intervaltraining opstarten. We kunnen op hartslag gebaseerd werken. Dat doe je met een hartslagbandje die je kunt koppelen met de Myron. En ik kan ook kijken wat ik aan oefeningen allemaal geregistreerd heb in de afgelopen tijd. Daarnaast, en hier wordt het programma echt een stuk slimmer, is het zo dat je trainingen kunt instellen. Je staat nu bijvoorbeeld een training voor 5 kilometer in, maar ik kan zeggen, nou, maak een nieuw programma. Wij spreken beginnen vanaf 0 en ik wil de 10 kilometer kunnen lopen. Dan vraagt hij van, nou, wat kun je al? Nou, ik weet inmiddels, met ruim een half jaar kan ik makkelijk 5 kilometer lopen. Hoeveel tijd wil ik besteden? Heb ik maar 25 minuten de tijd iedere keer voor een training? Of veel meer of veel minder? Of maakt het me eigenlijk niks uit? Ik zeg, ik weet het niet. Nou, dan hoeveel keer per week wil je gaan trainen? 2 of 3 keer per week? Nou, ik doe het graag 3 keer per week. En dan krijg ik dit schema. En dit schema is leuk, want het geeft een beetje aan wat ik allemaal mag verwachten van de training. Dus we beginnen met een intervaltraining. En daarna komt een gemiddelde training, et cetera, et cetera. Enige nadeel. Hij zegt zelf dat ik op dinsdag, donderdag en zaterdag moet trainen. En ik kan niet zeggen, ik wil op een andere dag trainen. Of, hey, deze 2 dagen weet ik, dan kan ik sowieso niet. Dat is jammer. Dus qua planning laat dit nog wel een beetje te wensen over. Nou, hier hebben we dus het trainingsgebied snelheidstoename. Hier zien we dat we aan de basisvoorbereiding werken. En hier moeten we het echt al de afstand kunnen. En zijn we vooral aan het perfectioneren. Dus schematechnisch en trainingtechnisch is dit heel goed bedacht. Alleen ja, de inflexibiliteit qua planning maakt dat het nog wel eens wat rottig uitkomt. Zeg ik nou oké, okay, dan vraagt hij van nou zal ik hem, nou goed in dit geval, je vorige programma gaat verloren. Dat is prima. Wil ik hem opstaan in de kalender? Briljant! Ik wil hem heel graag in mijn kalender, want dan kan ik op mijn smartphone zien wanneer het weer tijd is om te trainen. Maar helaas, het gaat om deze kalender. Hij is niet geïntegreerd met mijn Android kalender. En dat is jammer, want dat betekent dat ik niet op mijn Android kalender gemotiveerd word om 's avonds nog even op de loopband te gaan staan. Nou, iets anders, wat nu meespeelt, het is nu geen dinsdag, maar het is wel de eerste training, dus hij vraagt mij, wil ik dat nu gaan doen? Nou, voor de video ga ik dat nu doen. Ik zie hier keurig het verloop van de training, dat is super, want dan weet ik wat ik kan verwachten. Dus hij bouwt het heel langzaam op en dan een paar hobbeltjes. En hij zegt van druk op de groene knop als je wil gaan starten. Nou, dan doe ik dit clipje doe ik aan mijn kleding. Dat is een stukje veiligheid. Op het moment dat ik val, dan stopt de machine. En met de groene knop ga ik de training starten. Nou, hier zien we keurig de cadans. We kunnen de pas kunnen we in dit scherm zien. De verplaatsing kunnen we in dit scherm zien. Ik ga hem even wat langzamer zetten, anders kan ik niet meer praten tijdens deze video. En dat zou natuurlijk net even jammer zijn. Maar hij houdt hier dus keurig bij hoe jij loopt op die machine. En op basis daarvan kun je dus ook je loophouding verbeteren. En dat is echt wel briljant. Nou, ga ik naar de zijkant, dan heb ik hier de optie om muziek toe te voegen. Technogym werkt samen met Spotify. En op basis daarvan kan hij op basis van mijn tempo de juiste muziek bij mijn oefening zoeken. Briljant, maar helaas alleen met Spotify en niet met je eigen muziekcollectie. Ook niet met de collectie van een andere dienst als Tidal. Of deze. Dus ja, daar mag wat meer ruimte in komen, mag wat meer variatie in komen. Maar het is een goed begin, het is leuk dat het erin zit. En dit, hier zie je wat moet lopen, 7,3 km per uur. Ik zit een stukje lager, zodat ik gewoon kan praten tijdens het filmpje. Maar hier zie ik het hele verloop. Helaas kan ik hier niet in scrollen in deze grafiek, dus ik zie niet wat hier allemaal gaat komen. Dat moet ik een beetje onthouden van het vorige scherm. Nou, voor de rest, in het scherm zien we onze running rate, dus de kwaliteit van de run die we aan het doen zijn, de calorieën die verbrand worden, de hartslag op het moment dat ik een hartslagmeter heb aangesloten en het tempo en de overige informatie zit natuurlijk gewoon ook hieronder. En hier rechts zie ik nog wel het aantal meters dat ik loop en eigenlijk zie ik hem hier ook, maar dan afgerond op kilometers met 1 decimaal. Nu komen we bij nog een klein
dingetje met deze app. Stel nou, om wat voor reden ook, per ongeluk trek ik deze veiligheid eruit. Nou, hij staat meteen stil. Hij vraagt mij van, nou, plaats hem terug om te herstarten. Nou, herstarten is opnieuw beginnen wat mij betreft. Liefst zou ik natuurlijk mijn oefening gewoon voort willen zetten, maar mijn training is voltooid. Ik kan niet meer terug. Ik kan wel zien wat ik gedaan heb. Ik kan me zelfs delen op Facebook dat ik niet zo ver ben gekomen, maar ik kan niet terug naar mijn training. Sterker nog, als ik naar mijn programma ga, dan zet hij me meteen op de volgende training, de donderdagtraining. Deze is gedaan, is afgerond. Ik kan hem ook niet opnieuw opstarten. Dus op het moment dat ik per ongeluk aan die noodstop trek, om wat voor reden dan ook, zit mijn training erop. Sterker nog, op het moment dat ik de training wel heb afgerond, maar de training gewoon niet lekker vindt lopen, kan ik ook niet zeggen, ik wil de volgende dag de training nog een keertje doen. Dat is een gebrek en dat is heel erg jammer, want dit trainingsprogramma is juist heel goed uitgedacht door TechnoGym. Dus hier is absoluut ruimte voor verbetering. Nou, voor de rest hebben we een aantal video's erin zitten die vooral gaan over het, hoe je je run kunt verbeteren. Hoe je ook een stukje voorbereiding kunt doen, je warming up, etc. Nou, dat is in twee niveaus is dat verdeeld. Er zijn heel veel video's, dat is weer hartstikke sterk. We hebben de MyRun Club. Hier kun je een personal trainer inhuren. Dus om je training aan te vullen en je trainingsschema veel dynamischer te maken. Maar ja, dat wil ik eigenlijk een beetje gewoon terugzien in de geautomatiseerde schema's van de schema's van de geautomatiseerde trainingen. Dus ja, dat is leuk dat het met een personal trainer wel kan, maar ja, dit kost je natuurlijk heel veel extra geld. En misschien heb je dat helemaal niet nodig als dit net even wat dynamischer in te stellen is. En tenslotte je profiel, je resultaten en de mogelijkheid om Spotify in te stellen. De reden dat we eigenlijk heel lang hebben gewacht met deze review heeft vooral te maken met de kwaliteit van de Android app. De iOS app is echt wel stabiel, die van Android een heel stuk minder. En dat terwijl we toch werken met een Google Pixel C tablet. Dat is eigenlijk een Nexus tablet, is een Android zonder liflafjes. En dan mag je verwachten dat zo'n app stabiel werkt. In mijn ervaring tijdens het trainen is dat heel lang niet zo geweest. Het is heel veel voorgekomen dat tijdens de training, de voor, de na, deze laptop gewoon de app liet crashen. En dat mag eigenlijk niet. Nu is het niet zo dat alle problemen bij aanvang van 2017 opgelost zijn. Hij crasht nog steeds wel eens, maar meestal is dat tijdens het opstarten. En als hij eenmaal opgestart is, ja, dan doet hij het gewoon. En dan krijg je echt de ervaring die je van TechnoGym mag verwachten. Zeker in combinatie met de MyRun sportband. Dan krijg je de ervaring die voor mij echt heel veel veranderd heeft. Want ik kan dankzij deze training nu inderdaad 5 kilometer hardlopen. Had ik een half jaar geleden niet gekund. Sterker nog, had ik niet verwacht. Neem ik op de koop toe dat bijvoorbeeld de agendakoppeling niet echt een agendakoppeling is, maar gewoon in de app. Dat er geen flexibiliteit in zit in de planning. Neem ik dat allemaal een beetje op de koop toe. Ja, dan is het toch echt wel een hele fijne manier om op deze manier thuis te trainen. Neem niet weg dat er echt wel een wishlist is. Dat er echt nog wel dingetjes zijn die aan de app gedaan moeten worden. Om te zorgen dat de ervaring helemaal compleet is. Betekent ook dat we geen hoge score aan de app kunnen meegeven. Maar als ik kijk naar het geheel, de tablet en de loopband, wat dat voor mij al heeft gedaan op deze manier, dan denk ik dat dit systeem echt een hele mooie toekomst tegemoet gaat.